afgelopen week is de VVD in Roermond 50 jaar geworden. En dat betekent een heel groot feest. En bij een politiek feestje horen natuurlijk bobo's. Dan hebben we heel veel bubbeltjes. En wij hebben een heel chic pak. En ja, aan dat pak, daar moet ik dan natuurlijk ook maar gewoon aan geloven. Want dat hoort erbij, zullen we maar zeggen. Jos, Dre, Victor en Raina in het bijzonder vanavond natuurlijk in het zonnetje zetten. En ik wens jullie allemaal een fantastisch jubileum toe. Jullie mogen één dag lol hebben en één dag plezier maken. Daarna reken ik erop dat jullie weer al je energie erin gaan steken. Om Limburg liberaal te maken, Limburg krachtiger te maken. En ervoor te zorgen dat het VVD-geluid daar nog steviger zal klinken. Maar voor nu, van harte gefeliciteerd. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day. Frans Weker, staatssecretaris van Financiën. Begonnen als echte Limburger en waarschijnlijk nu nog steeds Limburger, maar op dit moment toch staatssecretaris. Hoe bent u zover gekomen? Nou ja, nog steeds natuurlijk Limburger in hart en nieren. Ja, met heel mijn ziel. Maar nou, ik heb eigenlijk als student, toen ik studeerde in Amsterdam, heb ik een kijkje kunnen nemen in de keuken van de Haagse politiek. Dat was in 1992, 1993, dus bijna 20 jaar geleden. En dat heb ik mogen doen bij Jos van Rij. Dus Jos van Rij heeft mij eigenlijk het politieke handwerk geleerd. Jos van Rij, al jarenlang natuurlijk prominent lid in Roermond voor de VVD. Wat heeft 50 jaar VVD nou voor Roermond betekend? Ik denk in ieder geval wel welvaart. De VVD legt natuurlijk altijd de nadruk op om het bedrijfsleven te laten ontplooien. Nou, je ziet wat de laatste 13, 14 jaar Roermond is gebeurd. Geef het bedrijfsleven de ruimte en dat betekent welvaart, dat betekent werkgelegenheid, minder werkloosheid. Nou, het resultaat is daar. De VVD bestaat 50 jaar in Roermond. Wat heeft de VVD nou betekend voor Roermond? Nou, je zou je moeten afvragen, wat kun je zelf altijd doen voor de omgeving waarin je zit, hè? Dat was een bekend statement van John F. Kennedy. En als ik kijk naar wat de VVD voor mij betekend heeft, dan is dat een kans om iets te betekenen voor mijn omgeving. En daarmee sla je meteen twee vliegen in één klap. De VVD is een hele liberale, open-minded partij. Het is een partij waar het altijd gezellig is. Een partij waarin we denken vanuit kansen. En waar het glas, zoals Cora van Nieuwhuizen vanavond zei op het podium, altijd half vol is en nooit half leeg. En wat heeft de VVD dan voor u betekend? De mogelijkheid om iets te kunnen doen voor mijn omgeving. In de vorm van het wethouderschap bijvoorbeeld. Eerst als raadslid, nu als wethouder. En ja, daar ben ik ontzettend blij mee. En ik probeer dan ook iedere dag iets moois neer te zetten voor mijn stad Roermond. Karen Strauss, hoe voelde het nou om als echte Roermondenaar af en toe in Den Haag te moeten bivakeren? Nou, ik bivakeer veel in Den Haag. Dit zijn 3 tot 4 nachten in de week dat ik overblijf in Den Haag. Dat is heel bijzonder. Het is heel bijzonder om eigenlijk in het hart van de Nederlandse democratie te mogen werken. Het is heel bijzonder om binnen de VVD-fractie natuurlijk te mogen meedragen. De fractie die de minister-president levert op dit moment. En het is ook heel bijzonder om te zien hoeveel dossiers, hoeveel onderwerpen er eigenlijk allemaal spelen in Den Haag, die ook raakvlakken hebben met Limburg. Vastbijten, zijn er nou nog dingen in de politiek, de burgers hier in de regio, wat u voor hun zou kunnen betekenen? Standpunten die daarbij op dit moment spelen? Nou, wat ik heb de portefeuille fiscale zaken. Ik ga over de belastingen, ik ga over de Belastingdienst, ik ga over Holland Casino, Staatsloterij.
en nog wat andere zaken meer. En ik zal natuurlijk altijd, ik heb altijd het algemeen belang te dienen, maar mijn hart zit natuurlijk ook nog steeds in Limburg. Nou, waar ik op dit moment ook mee bezig ben, is met een belastingverdrag met Duitsland. Dat is nog niet gesloten, er wordt al 26 jaar over onderhandeld. En ik hoop dat ik toch binnen afzienbare termijn daar ook echt een handtekening onder kan zetten en dat we resultaten gaan bereiken. Dat zijn van die dingen waarbij je zegt van nou, daar schiet ook de regio die in de grensstreek ligt, die schiet daar wat mee op. Dat is een klein voorbeeldje. Wat kunt u als Roermondenaar nou voor Roermond betekenen als lid van de Eerste Kamer? Nou, dat is natuurlijk in het kader van wetgeving wat minder. Wel is het zo dat je als Kamerlid wat contacten kunt leggen over Roermondse, Midden-Limburgse of Limburgse aangelegenheden. Daar ben ik ook voor naar de Eerste Kamer gegaan, maar specifiek voor Roermond. Dat denk ik dat niet direct ter sprake van is. En wat kunt u nou als... u heeft in uw portefeuille onder andere kinderopvang. Wat kunt u nou betekenen voor de werkende ouder in Roermond met hun kinderen? Kinderopvang is natuurlijk een heel speciaal onderwerp, wat met name inderdaad werkende ouders raakt. Er wordt in Nederland meer dan 3 miljard euro aan uitgegeven. Dat vonden we eigenlijk een beetje te veel van het goede. Dus een van de dingen die we doen is kijken van hoe kan je dat nou minder doen. En wat ik met name probeer is het geluid van die werkende ouder ook inderdaad te vertegenwoordigen. Dus ik probeer me in te leven, en ik ben zelf ervaringsdeskundige op dit gebied. Dus ik probeer me in te leven wat ouders in het spitsuur van het leven eigenlijk allemaal meemaken. En waar zij dan behoefte aan hebben op het gebied van kinderopvang. Waarbij we dus wel zeggen van ja, het kan niet zo zijn dat meer dan de helft, hè, was het op dit moment, van die, al die kosten die daarmee samenhangen, dat die door de overheid gefinancierd worden. Dat moet wat ons betreft terug naar de oorspronkelijke verdeling. Dat was 1/3 voor de ouders, 1/3 voor de overheid en 1/3 voor de werkgever. De VVD in Roermond, 50 jaar. Wat heeft dat nou voor Roermond betekend? Nou, ze hebben heel wat mannen en vrouwen geleverd die samen met al die anderen van andere partijen, van andere kleuren misschien, maar van Roermond gemaakt hebben een stad waar het buitengewoon goed is om te wonen, te werken en te recreëren. En dat moeten we gewoon als burgers een keer keihard zeggen. Hartelijk dank daarvoor, want ondanks alle kritiek die we op elkaar kunnen hebben, heeft Roermond toch getoond in de afgelopen jaren dat ze staat voor kwaliteit. En daar heeft de VVD, evenals al die anderen, stevig aan bijgedragen. En u als burgemeester, maar ook als CDA, bent nu toch het hol van de leeuw ingekropen en naar een VVD-feestje geweest. Was dat vol te houden? Het was absoluut vol te houden, want ik ben best jaloers op de gezelligheid van deze mensen. Van de andere kant ben ik ook geen CDA-burgemeester. Ik probeer hier boven de partijen te staan. En alle politieke bestuurders zijn mij wat dat betreft allemaal even lief. En dat maakt het mij niet uit. Vandaag was het de VVD, morgen misschien wel de SP, overmorgen het CDA en overmorgen de Partij van de Arbeid of de lokale. Het maakt mij niet uit. Ik heb respect voor mensen die een nek uit durven te steken, die hun mouwen op durven te rollen om te werken aan dat enige waarvoor we geroepen zijn, namelijk aan ons eigen Roermond werken. En daar gaat het om.